Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de eye stitch maken. Dat is de eisteek. En dat is een hele makkelijke steek om ergens een rand aan te maken. En dat je aan deze eisteek nog iets leuks kan maken. Maar ja, ik ga het heel rustig uitleggen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het abonneren. En alle duimpjes omhoog. Graag zo doorgaan. En nieuwe abonnees altijd welkom, heel gezellig hier. Ik heb meer dan 100 video's gemaakt nu, dus ja, ik zou zeggen, je kan echt heel veel leren. Ja, dit wordt dus de eisteek en hij heet zo omdat hij ook echt een ei is. Dus de letter ei. Hij wordt gemaakt met een dubbel stokje. En een gewoon stokje en daar zitten losse tussen, maar ik ga het heel rustig uitleggen. Ik ga even vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Je hebt nodig om de eisteek te maken een bolletje wol en ja, het mag dezelfde kleurtjes zijn als die je had. Oh. Stoot tegen mijn plantje aan, want ik heb de popcorn kussen gemaakt, maar daar moest natuurlijk nog een rand aan en ik heb zitten denken, ja, welke rand zal ik nu maken, maar ik leg dan ook meteen de eisteek uit. Dus je hebt nodig een bolletje wol, haaknaald, ik heb nu nummer 4. Een stopnaald, een schaartje en misschien een centimeter. En dan gaan we beginnen met de eisteek. We beginnen aan de rand voor het popcornkussen. Om de eisteek te kunnen uitleggen, beginnen we eerst met een rand vaste. Je maakt het opzetlusje, haaknaald erdoor. En ik zal de link hieronder zetten voor het popcornkussen. Je steekt in de grote opening met je haaknaald. Je haalt je draad op, omslaan en door 2. Dan heb je je eerste vaste. Dan zet je hier nog 3 vaste bij. 2, 3. 4. Dus dan heb je 4 in totaal. 4 vaste steken. In die popcorn steek je, ja, waar je die popcorn mee gemaakt hebt. Dus in die opening. En dit is 5. En dan ga je weer tot 5 tellen. Weer in die grote opening doe je 4 vaste. 1, 2, 3. 4. Dan ga je hier in die popcorn, zet je weer een vaste, dat is 5. En dan ga je weer in die grote opening 4 vaste inzetten. En dan in de popcorn, hierin, daar zet je nog een vaste. En dan op de hoeken, daar ga je 5 vaste in de opening zetten. 1, 2, 3, 4, 5 vaste in de hoeken en in de popcorn nog 1 vaste. Zo, en dan ga je zo de hele toer afmaken, dus 4 en 1 vaste in de popcorn, 4 en 1 vaste in de popcorn en in de hoeken, daar heb je 5 vaste. En dan zie ik je op het einde van de toer hier weer terug. En dan zijn we nu op het einde van de toer met de vaste. Dan sluiten we de toer. Ik weet niet of je het goed kan zien. Met een halve vaste. Je knipt de draad af en je trekt de draad door.
En dan heb je nu dus de basis gelegd om een I-steek te maken, want de I-steek, ja, daar heb je natuurlijk wel een paar vaste steken voor nodig. We beginnen met een opzetlus. Je pakt een, aan de rechterkant van je vaste pak je een steek op. Je slaat je draad om de haaknaald en je trekt door twee lussen dat je een vaste, halve vaste hebt. Sorry, een halve vaste. Dan zet je drie lossen. 1, 2, 3. Zo begin je. Dan ga je een dubbel stokje maken. Dan sla je 1, 2, de derde. Daar steek je in de derde steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus nu heb je je eerste dubbele stokje gehaakt. Dan sla je om en je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. Dan ga je in het middelste van het dubbele stokje, daar ga je een stokje in zetten. Dus je slaat om. Je pakt het midden en dan pak je 2 lusjes. Je slaat om en je haalt door. Even kijken, want nu gaat het even. Ja. En je slaat weer om door 2, omslaan door 2. Kijk, en dan heb je nu je eerste I-steek. Dan ga je weer een driedubbel of een driedubbel 2 keer omslaan. Dus je gaat een dubbel stokje maken en je gaat in de 1, 2, in de derde steek je in, omslaan, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan doe je 3 lossen, 1, 2, 3, omslaan, in de middelste steek je weer in. Dan ga je een gewoon stokje maken. Doorhalen, draad op, maar omslaan door 2, omslaan door 2. En dan is dit al je tweede I-steek. Krijg je die rand nou gaat die golven, dan zet je dit eerste dubbele stokje 1 steek verder. Kijk, dan heeft hij gewoon minder ruimte nodig. Dan heeft hij te veel ruimte gehad en dan gaat het randje golven. Vind je dat mooi, is het ook mooi, want je kan hier natuurlijk ook nog iets op verzinnen wat je op die I-steek wil maken. Daar ga ik nog wel over nadenken, dat ik daar toch nog een kleurtje overheen wil zetten, maar dan maak ik in een andere video. Ik ga in deze video de I-steek uitleggen. Ik ga nog een keer een dubbel stokje maken. 1, 2 in de derde. Dan haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan ga je weer 3 lossen, 1, 2, 3 lossen maken en dan ga je een stokje maken, omslaan in het middelste van het dubbele stokje. Dus soms moet je met je haaknaald wel eens anders insteken zodat je er makkelijker in kan komen. Omslaan, doorhalen, draad ophalen. Het is altijd een beetje zoeken hoor. Omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb je al je derde I-steek. Kijk, we zijn hier bijna op de hoek van de popcorn, van het popcornkussen. En dan ga ik zo de hoeken nog even uitleggen. Maar we gaan nog even 1 keer 1, 2 in de derde insteken. Draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan door 2. 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we weer een stokje maken in het midden van het dubbele stokje. En soms pak ik mijn haaknaald gewoon zo en dan draai ik hem. En dan heb je precies 2 lusjes. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2.
Kijk, dit is echt een eisteek en daar kan je echt met randen heel veel variaties op doen. Dus ik dacht, weet je, ik kan wel een mooi randje erop haken, maar ik kan ook de eisteek uitleggen. En daar heb je meer aan, ook in andere projecten. Maar we gaan nu naar die hoek werken en dan ga ik je zo uitleggen hoe dat ik de hoek doe met de eisteek. Dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu op de hoek en ik pak er even een marker bij. Ik heb vergeten te zeggen dat je die wel eens nodig kon hebben. Maar goed, we pakken nu een marker erbij. En ik ga hier even, want hier had ik 5 steken. 1, 2, 3, 4, 5. In de middelste even marker zetten, zodat je weet dat dit de hoek is. En nu gaan we nog even kijken. 1, 2, 3. Nu pakken we toch die hoek hier en daar gaan we 3 eisteken in die hoek zetten. Dus je moet gewoon zorgen, kijk, je mag best een beetje smokkelen als je zegt van, hey, ik kom hier uit. Maar als dit de hoek is waar die marker in zit, dan pak je toch de hoek en dan smokkel je 1 steek. Dus je slaat 2 keer om, je pakt die middelste steek, omslaan, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan weer 3 lossen, 1, 2, 3. Dan weer 1 stokje in die middelste steek, die pak ik mooi op met mijn haaknaald. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dit is je eerste hoek al. Maar dan ga je in dezezelfde steek nog 2 eisteken plaatsen. Dus je doet nog 2 keer omslaan in dezelfde steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan door 2 en weer 3 lossen. En dan ga je weer hier die in het middelste zet je een stokje. Dan moet je gewoon een paar keer oefenen. En als je dat weet, of dan heb je het zo door. Kijk, dit is al je tweede eisteek op de hoek. Dan gaan we de volgende maken en die zetten we weer in dezelfde steek. Dus weer een eisteek in dezelfde steek. 2 keer omslaan, in dezelfde steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan 3 lossen, 1, 2, 3. Omslaan, in het midden zoek je een stokje, of de opening voor het stokje. En je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en dit is de hoek, hoe je de rand maakt met een eisteek. Zie je hoeveel kanten dat je daarmee op kan met deze steek? Weer 2 keer omslaan en nu slaan, want nu zijn we voorbij de hoek. We hebben nu 3 keer een eisteek in dezelfde steek. Nu slaan we weer 1, 2 en dan gaan we in de derde weer een dubbel stokje maken. Dan gaan we weer omslaan, 3 lossen. En dan gaan we weer een stokje in het midden van de dubbele stokje zetten. Zie je dat je dan mooi uitkomt? Dit is de eisteek. Ik zal er nog één voor doen. 2 keer omslaan, 2 steken overslaan, in de derde steekje in, je haalt je draad op. Nou, dat gaat hier nog even niet makkelijk. Nog een keer insteken. Als het nou even niet makkelijk gaat, dan moet je gewoon even opnieuw beginnen. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. Omslaan, je draad in het midden hier, maak in een stokje, in het midden van het dubbele stokje, omslaan door 2, omslaan door 2. En dit is de uitleg van de eisteek.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Ik graag duimpje omhoog en abonneren. Er komen veel meer leuke video's aan. En ik ga nog denken om hier nog een randje over te maken of aan te maken. Kijk, en dan... Ja, je kan alle kleurtjes gebruiken voor de eisteek. Maakt niet uit. Of voor een dekentje, voor een kussen. Ja, wil je het aan een poncho maken? Wil je hier nog franjes aan maken? Het kan allemaal. Maar met deze steek, en je weet nu de hoeken, je weet hoe je het moet maken, kom je een heel eind. Dankjewel voor het kijken. Graag, ja, heb ik al gezegd, duimpje omhoog, abonneren. En tot de volgende video.